Dit is een videoproductie van de lokale omroep Mail. In Mail.nl en de Nije Krant. Tot 28 oktober kon iedereen kandidaten nomineren voor de ondernemersprijs gemeente Mil en Sint-Hubert 2017. En wie die prijs wint, dat horen we op vrijdagmiddag 17 november tijdens een live radio-uitzending van de lokale omroep Mil. Een van de 10 genomineerden is ook Meulenpas & Partners. En Frank Peters heeft een gesprek met zowel Peter Meulenpas als Henry van den Kruijzen. Tegenover mij Peter Meulenpas, een van de genomineerden. Peter, toen je hoorde dat je genomineerd was, eerste reactie? Ik was zeer aangenaam verrast, Frank. Met zo'n berichten mogen ze mij altijd wakker maken zelfs. Wanneer heb je het gehoord? Ik las het in de mail. Ik kreeg afgelopen zaterdagmiddag een mailtje van Corné en daarin stond de aankondiging. Ja. Peter Meulenpas & Partners. Met de partners gaan we zo praten. Ja. Wanneer ben jij begonnen met jouw bedrijf, Peter? In 1992. En we hebben dit jaar nog ons 25-jarig bestaan gevierd. Ja. Waar ben jij begonnen? Dat was in Mil op de Uilweg, hier in het buitengebied, hier in Mil. Meulenpas & Partners, wat doen jullie als bedrijf? We houden ons van oudsher bezig met de administratieve dienstverlening, alle soorten belastingaangifte, jaarrekeningen, loonadministratie. Dat is eigenlijk de primaire administratieve dienstverlening. En de laatste jaren zien we steeds meer een trend naar advisering. Je hebt ook een column hè, in de Nije Krant, ja. Waarin je mensen adviseert. Hoe is de idee ontstaan om een column te beginnen? Nou, dat is een jaar of 3 geleden ben ik met Corné in contact gekomen. Toen hebben we overlegd hoe we content konden vullen, dacht ik, in de Nije Krant. En zo is op een gegeven moment de idee geboren. De details weet ik niet meer, maar op zo'n manier is het ongeveer ontstaan. En die columns, die zijn geschikt voor iedereen? Niet alleen voor de ondernemer, maar ook voor de particulier? Beide, maar de focus ligt iets meer op ondernemers. Dat is ook onze doelgroep. Wij werken voor 99% voor ondernemers. Dus de columns zijn ook met name gericht op ondernemers. MKB-ondernemers dus. Ja. Nu 25 jaar bezig. Nog plannen voor de toekomst? Ja, we zitten nog boordevol met plannen. We willen onze adviesdiensten sterk uit gaan breiden. En dan moet je met name denken aan een stukje financiering. Op ICT-gebied liggen nog allerlei mogelijkheden. Op commercieel en marketinggebied liggen nog mogelijkheden. Kortom, we zitten nog boordevol met plannen. Ik vraag het aan iedereen. Waar denk je dat je 17 november eindigt? Tweede, denk ik. Dankjewel. Graag gedaan. Tegenover mij Henry van den Kruijzen, de partner van Peter Meulenpas. Henry, wat voor soort personeel hebben jullie in dienst? We hebben diverse soorten personeel. We hebben een loonspecialist, we hebben een HRM-specialist. We hebben assistent accountants en het secretariaat. Ben ik ook heel benieuwd naar jullie klantenbestand. Jullie hebben heel veel klanten. Is dat heel divers? Waar bestaan die uit? We hebben een heel divers klantenbestand. Voornamelijk MKB-klanten. Enkele agrariërs en alle soorten klanten. 1992 hebben we net gehoord, is Peter begonnen met zijn bedrijf. Wanneer ben jij hier in dienst gekomen? Ik ben in eerste instantie in 1999 ben ik begonnen bij Peter, gewoon in loondienst. En in 2004 ben ik toegetreden tot de maatschappij destijds. Nu zijn jullie hier. Wanneer zijn jullie hier gevestigd in de Karstraat? Wij hebben dit pand verbouwd in 2009 en wij zijn vanaf 2009 in dit pand gevestigd. Ik heb het ook aan Peter gevraagd. Waar eindigen jullie 17 november? Nou, ik hoor dat we minimaal tweede worden, dus... Succes. Dankjewel. Op vrijdagmiddag 17 november zal de winnaar van de ondernemersprijs gemeente Mil en Sint-Hubert 2017 bekendgemaakt worden. Dit tijdens een live radio-uitzending van de lokale omroep Mil... van 12 tot 4 uur. Stemmen op uw favoriete ondernemer kan nog tot donderdagavond 16 november. Surf daarvoor naar www.inmail.nl.